Starlight Musical Productions uit Middelkerken zal De Blauwe Vogel van Maurice Maeterlinck opvoeren. 100 jaar geleden won de Gentenaar als enige Belg tot nu toe de Nobelprijs Literatuur. En net dat is voor het Middelkerkse gezelschap de aanleiding om het oude toneelstuk van Maeterlinck te bewerken tot een musical. De zenuwen staan gespannen in de artiestenfoyer. Straks start een laatste algemene repetitie zonder publiek van de musical De Blauwe Vogel. Het is net niet voor echt, maar er mag niks meer fout lopen. Na maanden repeteren zijn Anse en Tanguy klaar voor een hoofdrol als Mytiel en Tieltiel in het sprookje van Maurice Maeterlinck. Ik heb het boek gekocht en dan kon ik me een beetje inleven. Maar het is ook wel moeilijk, want ja, ik ben in het echte leven geen 10 jaar meer, dus moest ik een beetje terugkeren in de tijd. Je moet ook zingen. Hoe zit het met jouw zangstem? Ik hoop dat die het zal volhouden tot op het einde. Het zal spannend zijn. De musical brengt de zoektocht van Mytiel en Tieltiel het geluk. Er komt heel wat kijken bij zo'n sprookjesvoorstelling. Christian van der Tricht ontwierp 200 stuks voor De Blauwe Vogel. Er zijn al voor te beginnen 64 personages die moeten gekleed zijn. En sommige komen 2 tot 3 keer terug. Dus het is gemakkelijk uit te tellen op die manier. Hè? Het is de eerste keer dat De Blauwe Vogel als musical wordt gepresenteerd. De voorstelling met eigen liedjes en muziek is wat dat betreft een primeur. Zelf zing ik niet. Ik dans met moeite eigenlijk. Allee, ik dans wel, maar niet zoals choreografen dat doen natuurlijk. Maar het bleek dat ik omringd zou zijn door heel prachtige mensen die mij daar zouden in steunen. En dus heb ik de uitdaging aangegaan. De try-out was een succes. De acteurs, dansers en muzikanten zijn klaar voor de première van morgenavond in het cultuurcentrum De Branding. De musical De Blauwe Vogel van Maurice Maeterlinck wordt 14 keer opgevoerd.